het veilinghuis verkocht aan Billy en Richard. Zeg me alsjeblieft dat dit niet waar is. Ik heb je zo gewaarschuwd voor die mensen. Maar ik ben er gewoon ingeluist. Oké? Billy die heeft miljoenen weggesluist om mij in de financiële problemen te brengen. En Richard die heeft Amelie bedreigd. Daarom is ze verdwenen. Mam, dit is gewoon wat ze al die tijd van plan waren. Zij wilde het veilinghuis in handen krijgen. En het is gewoon gelukt. En ik heb het laten gebeuren. Dus hoe moet ik dit aan papa vertellen? Niet natuurlijk. We zeggen niks. We houden onze mond. Oké? Hoe gaan we dat volhouden? Straks hoort hij het van Billy of van Richard. Laat me alsjeblieft even proberen helder na te denken. Hey, pap.